Hout is een natuurlijk product wat constant blijft aangroeien. Het is CO2-neutraal. Door hout te gebruiken in gevels, wanden en plafonds wordt een steentje bijgedragen aan een beter milieu. Vaak denken mensen dat gecertificeerde producten ook automatisch duurder zijn. We praten met Jos van Zwaai, directeur van Non Ignis, over duurzame en gecertificeerde houtsoorten die toepasbaar zijn in gevels, wanden en of plafonds. Er zijn een aantal verschillende soorten duurzame hout. Daarin hebben we een tweetal soorten. Ene kant brandvertragend geïmpregneerd en behandeld met een eindproduct. Anderzijds een niet brandvertragend product, afgewerkt met een systeem. Het voordeel daarvan is dat je beide samen kunt toepassen in één project, waardoor je een gelijkmatig uiterlijk en geheel krijgt. De brandvertragende variant houdt in dat het hout onder hoge druk wordt geïmpregneerd met een middel, waardoor het hout een brandvertragende behandeling krijgt. Dit gebeurt conform Europese norm 13501-1, oftewel in de volksmond Euroklasse B. Het voldoet daarmee aan het bouwbesluit in brandklasses. In deze brandklasse is de mogelijkheid te kiezen uit een 15-tal houtsoorten, een 3-tal gemodificeerde houtsoorten en een 4-tal plaatmaterialen. De houtsoorten van Non Ignis worden bewust gekozen met een certificaat. Het kan een FSC of een PEFC certificaat zijn. Er is geïnvesteerd in een kredel-te-kredel certificaat, wat staat voor innovativiteit en voor duurzaamheid. Kredel-te-kredel is eigenlijk anders omgaan met ontwerpen, anders omgaan met produceren. Daar waar we vroeger probeerden zoveel mogelijk het milieu te ontlasten, kijken we tegenwoordig meer naar de kwaliteit van het product en de kwaliteit van de omgeving.